Waar er winnaars zijn, zijn er ook gewoon verliezers. Het geld moet uiteindelijk ergens vandaan komen. En op een bepaald moment houdt de muziek gewoon een beetje op met spelen. Dat, en dat is het. Dat gaat gebeuren. 500% winst. Ja. Ja, als dat het einde van het liedje is en jij blijft zitten, ja, dan kom je van een koude kermis thuis. Hey, welkom bij Cash. Ik ben Gids. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over de aandelen gekte. Staat deze aandelenbubbel, staat die gekte die we nu zien, nog wel in verband met de werkelijkheid eigenlijk? Want het is allemaal overal links en rechts knettergek. Vorig jaar zagen we natuurlijk al die big tech gekte. Toen hebben we zelf ook gezegd, alles wat betreft big tech staat super hoog. Wij gaan wachten totdat dat in elkaar stort of in ieder geval retraced. En dan gaan we pas kijken naar big tech. Zijn we geïnteresseerd? Absoluut, maar niet op dit moment. Het stond allemaal sky high. Marihuana stocks hebben we gezien, de weed stocks. Oh, dat was ook een hele trend vorig jaar. Dat was ik al helemaal vergeten, joh. Ja, is ook even een hype geweest natuurlijk. Dat vonden mensen ook helemaal prachtig. Iedereen wilde investeren in alles wat met weed te maken had. En dit jaar lijkt het helemaal los te gaan en schiet het ene na het andere aandeel de lucht in eigenlijk. En welke aandelen waren dit? Hoe komt dat? Hoe kan je daarvan profiteren en waar moet je voor oppassen? Dat is waar we in deze video over gaan praten. Want er zijn een aantal dingetjes die we gewoon wel eventjes met jullie willen bespreken. Het lijkt wel, de wereld staat weg op zijn kop. Hè? In de hele wereld is er heel veel ellende toch om ons heen. De wereld is op dit moment heel erg zwart-wit. Ja, en op de aandelenmarkt, ja, het lijkt niet op te kunnen. Het gaat maar door. Aan de ene kant vallen daar heel veel ondernemers, heel veel mensen die jarenlang keihard gewerkt hebben voor de zaken, die vallen om. Ja. En aan de andere kant gaan er bedrijven de lucht in met geld wat eigenlijk uit de lucht komt. Wat helemaal niet hoort te kunnen eigenlijk. Nee. Die verhouding is op dit moment gewoon heel scheef. Maar goed, laten we hem even aftrappen vandaag met een dingetje wat toch wel zeker de afgelopen weken heel erg belangrijk, heel erg hyperig was. De pump-and-dumpers. Want waar wij jarenlang voor op onze kop hebben gekregen van de grote instituties van crypto is gevaarlijk. Ja, want wij zijn een klein beetje bekend al met dit gebeuren. Dit fenomeen. Ja, wij kennen dit vanuit crypto natuurlijk. Het wordt allemaal gepumpt door bepaalde groepen. En dat is wat gevaarlijk is aan crypto. De volatiliteit, de pump- en dump groepen, dat soort dingen allemaal. En we zien het nu letterlijk terug in aandelen. We hebben natuurlijk allemaal wel meegekregen. We hebben het van de week ook in de stream al uitgelegd. Het hele gebeuren met Wall Street Bets. Ja. Die de Chainlink Marines ongeveer gekopieerd hebben. Wat hun hebben gedaan toen met Chainlink. Zorgt nu gewoon een hele grote groep die ontstaan is door Reddit. Dat ze gewoon Wall Street kunnen beïnvloeden. Het is ondertussen een gigantisch grote groep geworden. En we hebben natuurlijk gezien met GameStop en het short squeeze verhaal, dat er heel veel grote hedge funds gewoon bakken met geld kwijt zijn geraakt. Omdat dit groepje boys gewoon hebben gezegd, oké, we gaan er met z'n allen tegenaan en we gaan zorgen dat er helemaal niks geshort wordt. We gaan omhoog. En dat is, aan de ene kant vind ik het mooi om te zien. Omdat als het andersom is, dan mag het wel. Als de hedge funds het doen en de controle hebben, dan mag het wel. Absoluut. En nu gebeurt het door een partij die loodrecht daar tegenover staat. En dan zeggen ze ineens, we gaan de markt stopzetten. Ja. Mag niet, dit is niet eerlijk. Dit is precies hetzelfde als wat jullie doen. Dit is het spelletje wat we spelen. En dit is hoe jullie normaal gesproken bij de normale mensen, bij de retailers, de zakken leeg kloppen. En nu gebeurt het bij hun en dan is het ineens niet meer leuk. De rollen draaien langzaam om. En daar komen we later in het video nog op waarom het verandert. Maar je moet niet vergeten, traden, dat doen we al 100 jaar. En altijd had het grote geld het voordeel. Dat was gewoon letterlijk. Ze hebben meer informatie. Ze hebben betere informatie. Ze hebben snellere dataverbindingen. Ze hebben algoritmes die je als mens niet kan verslaan. Ja. En ze zijn nu een keer op hun eigen gebied aangepakt door de kleine man. Met hun eigen spelletje. En die kleine man is doordat ze zo'n grote groep achter zich hebben van kleine man nu wel met gigantische winsten ineens een hele andere man in het spelletje geworden. Want ze hebben ook ineens veel meer kapitaal nu om dit soort dingen te kunnen bewerkstelligen. Weet je wat het is? De mensen beseffen ook dat ze die kracht hebben. Er zit wel, het is niet alleen allemaal rooskleurig. Hè? Er zit ook een klein beetje een nadeel aan. Het probleem is dus dat je een hele grote groep erin zuigt. En die hebben al een
verwachting van, oh, dit spelletje wat we spelen dus met z'n allen, wij tegen de grote jongens en de grote jongens tegen ons, dit spelletje is makkelijk. En dat is een misvatting. Dat is inderdaad. Want je kan keihard op je mel gaan. Ja, en dat is ook waar we de mensen voor willen waarschuwen. We hebben natuurlijk GameStop hebben we gezien, de bioscoopketens hebben we gezien, BlackBerry en Nokia zijn ook gigantisch gepompt. Ja. We willen de mensen hier wel voor waarschuwen, weet je. We zien het zelf in ons eigen Discord ook, dat sommige mensen dan gaan roepen, ja, morgen wordt er weer een nieuwe gepumpt en weet ik veel. Je ziet letterlijk wat wij in crypto al mee hebben gemaakt, zie je nu letterlijk gebeuren met stocks en zo. Ja. Dan zeggen ze, ja, morgen wordt er weer een nieuwe gepumpt, let op. En dan zeggen wij ook, jongens, doe dat lekker niet in Discord, kijk daar maar uit, want er zitten heel veel nieuwe mensen in. Ja. Kijk, zit je erin in zo'n aandeel, is het heel leuk. Maar ga het niet forceren. Ga niet doordat een groep zoiets zegt, ergens instappen en blind maar denken, oh, dit gaat allemaal omhoog, want hun gaan hem toch wel pumpen. Degene die uiteindelijk zorgt voor de pump en dump is ook als eerste weer weg, hoor. Die heeft zijn zakken gevuld. Dus het blijft ook wel heel risicovol. En kijk daar wel echt mee uit. Dat is heel erg belangrijk. Kijk, en dat was pas één stukje van de gekte die dit jaar eigenlijk aan het ontstaan is, die je letterlijk voor je ogen ziet. Ja. Ander heel belangrijk punt is natuurlijk een stukje big tech. En dat is vooral het stukje big tech. Wat ik als eerst wil aanhalen is waar de meeste gains het afgelopen jaar te behalen was. Is gewoon EV. Alles wat met EV te maken heeft. Of het nou Tesla is. Of het nou NIO is. Of het nou Workhorse is. Of de hele keten die daar nog achter komt. Dus dan heb je de alfa, de laadpalen, lithium, weet je het allemaal. Het maakt niet uit. Als jij maar iets van het woordje EV in jouw jaarverslag, in je naam of zo, pats omhoog, weet je. En ik snap het, het is de toekomst. Je moet wel even serieus kijken hoe die bedrijven nu gewaardeerd staan. Denk ik dat hier, dat dit sustainable is. Long term is dit sustainable. Short term. Kan die, en dan hebben we het weer zo'n gevaarlijk woord altijd, maar kan die bubbel even klappen? Ja, even leeg lopen. Laten dan we kan er wat lucht uit ontsnappen. En long term heeft dit de toekomst. Ja. Hetzelfde met Big Tech. Wij zeiden toen, we kopen dat niet op de top. We wachten op een eventuele retracement. En tuurlijk heeft EV de toekomst. En tuurlijk zit daar een hele rooskleurige future zit erin. Alleen daar moet misschien wel even wat druk van de kerk. Ja, en dat is toch een beetje de gekte waar dit filmpje over gaat. Andere belangrijk stukje Big Tech, wat het dit jaar gewoon heel goed heeft gedaan. Dat is Amazon, dat is Zoom, dat is Apple, dat is Google, dat is Facebook. Waarom hebben die bedrijven het goed gedaan? Dat we toch een beetje in de lockdown zaten. Mensen moeten een beetje thuis blijven. Gaan ze meer social media gebruiken. Ze gaan meer thuiswerken en vergaderen. Dus Zoom. Ze gaan op Amazon gaan ze spullen kopen. Ze gaan op Google meer advertenties komen ze tegen. En dat is gewoon wat er ingeprijsd is. Big Tech is de toekomst. Iedereen ziet dat. Iedereen ziet de namen vaak langskomen. Dus iedereen denkt, ik koop het. Ja, maar eentje die er zeker bij hoort bij deze gekte en eentje die ook zeker voor beginners gevaarlijk kan zijn, is pharma. Pharma is onvoorspelbaar, wispelturig. Ja. Maar ja, Moderna, Novavax, Pfizer, noem ze allemaal maar op. We hebben ze allemaal voorbij zien komen. Is ook een gigantische hype geweest eigenlijk bij de nieuwe investeerders. De oude investeerders die waren altijd wel op zoek naar dat soort risicootjes in hun portfolio. Maar ja, de nieuwe mensen die zetten daar gelijk vol gas op in. En dat merk je ook weer terug in de prijzen eigenlijk. Nou ja, weet je wat het is? Als het dat het stijgt, maakt niet uit. En dat eigenlijk, de mensen zullen dadelijk wel de message zien. Waardoor? Letterlijk elk aandeel wat ik nu heb genoemd is in de afgelopen jaar gewoon 2, 3, 4, 5, 6, 700, 800, 1000% gestegen. Ja, en dan moet je afvragen, is dat... Het gaat om het woord, normaal, of sustainable. Kan je dit jaar op jaar op jaar op jaar blijven doen? En dat, daar moet je over na gaan denken. Ja. Kan je dat vasthouden? En dat is, als je erover nadenkt, denk ik niet te doen. Dat wordt heel moeilijk. Dan komen we bij een ander kopje. En dat is natuurlijk nu ook. We hebben in Amerika een nieuwe president. Alles moet duurzaam. Alles moet groen, milieuvriendelijk. Als je dat woordje er weer in zet, pat, gaat het omhoog. Sunpower, clean energy, lithium voor de EV vehicles en zo. Ja, carbon free. Ja, het gaat zo hard omhoog. En dat is echt volgens mij Sunpower uit mijn hoofd. Afgelopen jaar plus 1400% of zo, weet je. En dat is nice, ik snap het. De vraag is dan op een gegeven moment wel, hoe hoog zit je in die cyclus? En alles beweegt zich voort in de cyclus.
hebben we nog een laatste kopje. En dat is een klein beetje een vreemde eend in de bijt. Dat is MicroStrategy. Ja, die zijn vooral gestegen omdat ze hun hele businessmodel maar niet echt om hebben gegooid. Maar ze hebben besloten om een deel van hun vermogen te allokeren in Bitcoin. Geen slechte investering geweest, hè? Achteraf. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar ja, die maakt een turn. En ik denk dat we die trend ook misschien wel aankomend jaar bij meerdere bedrijven kunnen gaan zien. En dat die ook daarvan kunnen profiteren. Want ook bijvoorbeeld PayPal heeft gezegd, we gaan Bitcoin accepteren. En dat is ook een trend, hè? Dat is ook een trend waar je op in kan spelen. Ja, maar hoe komt het nou in de basis dat dit soort dingen gebeuren? Dat dit soort dingen ontstaan? Nou, we hebben in de basis hebben we natuurlijk gezien gigantische inflow van retail traders. Ja. En dan retail traders zijn gewoon Jan Piet, de buurman, noem het allemaal op. Gewoon de normale man. En we hebben natuurlijk gezien in de tijden van lockdown, in de tijd van corona, wat we allemaal mee hebben gemaakt. Heel veel mensen zitten thuis. Heel veel mensen gaan op zoek nu naar iets waarmee ze of hun kapitaal kunnen beschermen of rendement kunnen maken. Dus daar komt eigenlijk die inflow van nieuwe investeerders vandaan. En die inflow is gigantisch. Is heel groot. Die is niet normaal. Is heel groot. Er zijn heel veel mensen op de wereld. En als er maar zo'n stukje het van gaat doen, is dat al heel erg veel. Ja. En dat merk je gewoon nu. En dat heeft met al deze aandelen die we hier aan vooraf hebben genoemd, heeft dat te maken. Nou, weet je wat het gewoon is? Kijk, het probleem is dus gewoon de rente staat heel laag. En dat voel je aan alles. Want de hypotheekrente is laag, maar jouw spaarrente is ook laag. Ja. Die is gewoon nul. Die is gewoon, je krijgt gewoon geen geld. Nee. Je hebt aan de andere kant wel inflatie, dus jouw geld wordt minder waard. En gelukkig dringt dat concept steeds beter door bij de mensen. Die weten gewoon, ja, ik kan het wel op mijn bankrekening zetten en dan verdampt het gewoon letterlijk. Het blijft, als jij 10.000 gulden op jouw gulden euro, laten we er maar euro van maken. Dat is wel heel lang geleden. Als jij 10.000 euro op je bankrekening zet, dan staat er volgend jaar en je houdt er niks van af, staat er nog 10.000 euro op. Hou je het er over 10 jaar vanaf, zit je niet aan, staat er nog steeds 10.000. Maar wat kan je met die 10.000 kopen? Dat is heel erg belangrijk. Steeds minder. Ja. De mensen zijn dus een soort van gedwongen op dit punt zelfs om iets te gaan doen. Iets te doen, anders verlies jij koopkracht. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog de verschillende stimuluspakketten die we overal en nergens op de grond zien schieten. Ja. Helicopter money. Ja. En jij zegt zelf al, mensen moeten iets gaan doen. Ja. En dat één persoon $2000 krijgt en die gaat investeren. Dat merk je niet. Maar als er miljoenen mensen zijn die allemaal €2000 krijgen, waarvan een x-percentage zegt, hey, ik ga wel iets doen. Ja. Ik ga wel zorgen dat ik mijn kapitaal bescherm. Ja. Of dat ik misschien iets van rendement maak. Dat is het effect wat die stimuluspakketten hebben op de markt. En daar ben ik van overtuigd dat die punten, die drie punten die we nu bij elkaar halen, gaat het goed met de bedrijven die we net hebben besproken? Absoluut. Ze doen goede dingen. Ze zijn aan het groeien. Staat dat in verband, in verhouding met de aandelenkoersen erbij? Ik zeg nee. Dat is totaal losgeslagen. Je moet gewoon kijken, had dat in de normale wereld, had het in 2019 ook op die manier kunnen gebeuren. Met stimuluspakketten, met mensen die thuis zitten, die wat gaan zoeken. Dat had normaal gesproken niet gebeurd. De markt is echt heel erg anders. Is perfect storm. Ja. En weet je wat dat is? Hoe kan je daarvan profiteren? Kan je daar nog van profiteren? Dat is wat de mensen willen weten. Absoluut. Jij kan op trends inspelen. Alleen het probleem is, jij moet er al in zitten voordat die gaat bewegen. Jij moet die asset class al in jouw portfolio hebben. We hebben bijvoorbeeld net aangehaald BlackBerry en Nokia. Die zijn als een gek gepumpt. Wij hebben er ook van mee geprofiteerd. Zijn we daar ingevallen? Want nee, wij hadden de positie al een half jaar openstaan, omdat de setup nice was. En zo hebben we in meerdere, Moderna hadden we al, zijn we heel vroeg ingestapt. Facebook hebben we een positie, we hebben een positie in Google. Waarom? Omdat je gewoon gelooft in het bedrijf en niet per se die pumps of die hypes mee. Maar mensen willen allemaal die klappers. Ja. En ze gaan allemaal pas kijken als het al 500% gestegen is. Wij maken altijd de analyses vooraf. We zijn op zoek naar dingen die er op dat moment interessant voor staan. En dan ga je investeren. Weet je wat een heel belangrijk punt wel is, denk ik? Dat is, mensen willen geld verdienen. Wij willen ook geld verdienen. Daar verschillen we niet van met de kijker waarschijnlijk. Maar weet je wat de mensen willen? Mensen willen geld verdienen. Snel. Ik wil 100%. Morgen. Niet. Ze willen die 100 of 200 of 300% willen ze. Maar ze gaan instappen op het moment dat die stijging al geweest is. En als jij ervoor zorgt dat jij
technische analyse leert begrijpen. Als het alleen maar de basis. Ja. Dat je wel kan zien, oké, dit is interessant en dit niet. Dat is echt basis. Ja. Waar je dan exact instapt. Kijk, voor investeren kan je echt wel snel zien aan een chart. Oké, dit is interessant en dit niet. Als jij op het juiste bodem of top eruit vissen, hebben we het niet eens over, want dat slaat nergens op. Als jij op het verstandigste moment in kan stappen, dan kan je dat soort prijsreactie meemaken. Maar als jij in gaat stappen als sale 300% gestegen is, ben je in feite gewoon te laat. Weet je wat ik niet snap? Als jij je met je geld gaat beleggen, dat is jouw zuurverdiende geld. Als jij slechte beslissing maakt, ben je het kwijt, dan verlies je zelfs geld. Dan heb je niet alleen last van die inflatie. Nee, dan maak je letterlijk verlies op jouw kapitaal. Dan wordt jouw kapitaal echt kleiner. En kan het aandeel dat al 300% stegen is nog een keer 300%? Dat kan. Maar alles hangt samen hier ook met risk-reward. Ja. Je loopt gewoon meer risico tegenover een mindere reward. Ik vind dat de mensen gewoon eerlijk hun verwachting bij moeten stellen. Ja. Je moet niet zeggen, oké, ik heb nu een tientje, laten we zeggen $100, €100. Ik wil daar volgend jaar €10.000 van hebben gemaakt. Dat kan niet. Ga gewoon eerst kijken, oké, wat moet ik doen? Want daar begint het in de basis in. Wat moet ik alleen doen om de inflatie, om mijn koopkracht al te bouwen en dat op te heffen en misschien extra rendement? Als jij op jaarbasis al tussen de 10 à 15% maakt en jij doet dat 20 jaar, dan wil jij niet weten wat het effect daarvan is. Mensen willen te snel, te veel gains, spreid dat gewoon uit. En heb je een keer een klapper, profiteer daar dan van. En maak er gebruik van cash uit. We zien heel vaak dat mensen uiteindelijk een klapper hebben. En cash is er niet uit, hebben ook ze niks. Hebben ze 500% winst gemaakt, blijven we gewoon zitten. Goed, waar er winnaars zijn, zijn er ook gewoon verliezers. Het geld moet uiteindelijk ergens vandaan komen. En op een bepaald moment houdt de muziek gewoon een beetje op met spelen. Dat is het. Dat gaat gebeuren. 500% winst. Ja, als dat het einde van het liedje is en jij blijft zitten, dan kom je van een koude kermis thuis. Winst nemen blijft heel belangrijk en moet je uiteindelijk ook gewoon doen. Winst op jouw beeldscherm is geen winst, zolang die nog niet in jouw zak zit, weet je. Ja. En op een gegeven moment, dat gaat gebeuren. Dadelijk komt de naklap van de crisis. Dadelijk houdt de stimulus op. Dan komt er gewoon letterlijk minder koopdruk. Wat nu gewoon heel erg belangrijk is, is ga jouw portfolio verdelen. En koop ook gewoon waarde in het portfolio. Dus koop onderliggende waarde. Mag je inspelen op de hypes? Absoluut. Maar doe dat met 10, 20, 30%. Hoe agressief je ook bent, weet je. Dat is van jou persoonlijk afhankelijk. En ga daarmee spelen dan. Maar zorg voor een solide basis in je portfolio. Heel belangrijk. Goed. Vonden jullie dit weer een toffe video? Abonneer sowieso even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk op het duimpje. Dat rankt de video voor ons weer wat hoger in YouTube. En is een blijk van waardering voor ons. Druk je op de bel, dan pas krijg je een irritante notificatie als er weer een nieuwe video geplaatst wordt. Of je vindt dat juist fijn, maar sommige mensen vinden dat irritant. Abonneren en een belletje. Abonneren is niks vervelends en is voor ons gewoon heel erg helemaal gratis. Onderaan de video komen uiteindelijk alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere ons leerplatform met ons eigen ontwikkelde tradingstrategieën. 1-op-1 sessies, Discord, supportlinks, Excel sheets die je kan downloaden gratis en kan gebruiken. En voor jezelf weer waarde kan creëren door duidelijk alles voor jezelf in beeld te krijgen. Alles vind je terug op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie graag de volgende keer. Later. Later.